Zijn werk leeft voort vooral in Rotterdam. Dankjewel, Jules Deelbe. Dankjewel, lieve mensen. Touché, zet de zwaar op beu. De gevoelige snaar. Met Wijnega. Voor al uw feestenpartijen. Eventuele gegarandeerde terecht- en teleurstellingen, crematies. En natuurlijk de nodige begrafenissen. Oproepbaar. Ja? Manon. Dus u is mijn souffleuse. We gaan inderdaad snel door. Bert Wijnega die gaf al aan dat wat je teweeg brengt. Veel meer van belang is dan wat je teweeg brengt. En dat is inderdaad, Manon. Hoe meer je me gaat afremmen, hoe langer de stof wordt. Brandstof tot nadenken. We hebben in ieder geval Jules lekker in zijn eigen hartje nog één keer kunnen laten flamberen. Want zijn waardevolle woorden van waarde die hij altijd bezigde, waren natuurlijk. En dat weten we allemaal, beter opbranden dan uitdoven. En daarom hebben we nog één keer kunnen laten flakkeren op Hofwijk, waar u gedeeltelijk allemaal bij hebt mogen zijn. En wij gaan met een van de laatste van de triomereet die nog over is, Aad van Pijlen, die nog graag een bijdrage en inzet wilde leveren, gaan we nu naar luisteren indachtig Jules, zoals hij het ook graag kort, lang, kort hield. Nou, wij dachten, bij voorbaat drank. En tot de volgende keer. Start hem op. Er is iets persoonlijks ergens. Voor een eigen boom, maar ik zie niks. Nieuw foto.